Hoi! Leuk dat jij weer een Pukkepops video komt kijken bij mij vandaag. Vandaag weer een trekking uit de pot. Ik zal zo meteen eerst weer even wat nieuwe loodjes in de pot doen voor de nieuwe foto's die ik de afgelopen week binnen heb gekregen. En daarna ga ik weer wat foto's laten zien. En dan ga ik een loodje uit de pot trekken. En de winnaar die mag dus uit mijn Pukkepops er eentje uitkiezen. En die zal ik dan op de post doen. Nou, ik ga eerst even mijn pot erbij halen. Want ik heb natuurlijk weer nieuwe foto's binnengekregen van deze week. Linde gaat in de pot. Pamela gaat in de pot. Sabina en Denise die gaan in de pot. Martine gaat in de pot. En Angel. En ja, ik denk Angel 9. Ik weet het niet. Je hebt er geen naam bij gezet. Dus ik heb me gewoon even iets opgeschreven wat ik zag staan in jouw e-mailadres. Dat gaat dan in de pot. Dus als je me foto stuurt, vergeet niet jouw naam erbij te zetten. Het liefst je YouTube-naam als je dat hebt. Want ik maak liever geen voor- en achternamen bekend. Van kinderen. Oké, daar gaat hij. Ik schud goed met de pot. Kan ik zo meteen even een loodje uittrekken. Ik zie hier nog een stapeltje loodjes liggen die ook allemaal in de pot moeten. Yara, Guusje, Doris, Dolphin Lover, DJR Kanaal. En die zitten ook nog in onder een andere naam, meen ik me te herinneren. Esme en Jente. Nou, die gaan ook even gauw allemaal in de pot. Zo. Het wordt steeds voller in de pot. We gaan naar de foto's die ik deze week heb binnengekregen. Ik heb aardig wat foto's binnengekregen. En dit zijn de 5 foto's die ik aan jullie ga laten zien. Die ik heb uitgekozen om te laten zien. Martine heeft me een prachtige foto gestuurd. Ze heeft 2 mooie ontwerpen gemaakt. En ik vind ze echt heel erg mooi gelukt. De zilveren strepen zijn ook echt heel erg mooi. En ik vind het heel goed bedacht. Denise heeft een hele schattige Pukkepops ontworpen. Karamel met mintsmaak. En het klinkt ook nog eens heel erg lekker. Ik heb van Denise en Sabina leuke ontwerpen gekregen. Ik vind het hele mooie ontwerpen en ik vind dat jullie dat heel goed hebben gedaan. Pamela is ook heel goed in het ontwerpen van Pukkepops. En Pamela, dit heb je heel mooi gemaakt. Linde heeft 2 Pukkepops ontworpen. De ene is een pinguïn met de smaak bosbessen. En de tweede is een Valentijnseditie met aardbeiensmaak. Een hele mooie foto, dankjewel. En ik vond jouw collectie die ik hier kan zien er ook heel erg leuk uitzien. Oké, nou, dit is het moment. Ik zal even nog de Pukkepops 1 voor 1 nog even laten zien. Mocht jij straks zien dat ik jouw loodje uit de pot trekt, dan mag jij uit een van deze Pukkepops kiezen. Dan mag je me laten weten welke je wil hebben. En dan doe ik het voor je op de post. Ik heb hier een leuk uiltje met citrus smaak. Een peach fancy smaak. Peach is perzik, dus een heerlijke perzik smaak. Mooie glitters ook. En dan een zeer wollige Pukkepop met bubblegum smaak. En dan eentje die me een beetje aan Hello Kitty doet denken, maar dan Hello Kitty in de ruimte. Met marshmallow smaak. Dat klinkt wel heel erg lekker. Eentje met leuk haar. En ik zie ook nog eens 2 sterretjes zo op het hoofd. Cotton candy. Dat betekent suikerspin. Nog een bubblegum smaak. Een meisje in een bikini met heel erg leuk haar. Ziet er echt heel leuk uit. En een bloemetje op haar hoofd. Dan pineapple orange. Dus pineapple is ook weer ananas. En orange is sinaasappel. Dus sinaasappel ananas. Met echt een hele gave pophoofd. En als laatste pink grapefruit. Pink is roze. Nou ja, grapefruit is grapefruit. Roze grapefruit in een krap editie. Met nog wat leuke steentjes in het midden. Dat ziet er wel heel leuk uit. Hoor jij zo meteen jouw naam? Dan win jij dus een van deze Pukkepops. Dan wacht ik eerst tot ik jouw reactie hieronder lees bij de reacties. En dan regel ik dus dat dit naar jou toe gaat op de post. Oké, ik ga nog een keer schudden.
zodat niet alleen maar de loodjes bovenin liggen van de afgelopen weken. Ik ga de pot openmaken. Ik probeer niet te spieken. Zo, en ik heb nu 1 loodje vast. Oké. En wie staat er op het loodje? Kawaii-wereld. Kawaii-wereld, jij mag uit 1 van deze Pukkepops kiezen. Ik wacht jouw reactie hieronder af en dan vraag ik aan jou welke je wil hebben. En dan regel ik dat het jouw kant uitkomt met de post. Kawaii-wereld, je hebt gewonnen. Dus dat betekent als jij nu meer loodjes in de pot hebt, ga ik die er allemaal uithalen. Dan wordt het een verse start voor jou en dan maken de anderen weer meer kans. Wel mag je nog steeds blijven meedoen en doe ik weer nieuwe loodjes voor je in de pot. Maar stel dat je er nu 5 in de pot had, dan gaan ze er wel alle 5 uit om ook anderen meer winkansen te geven. Dus je mag nog wel steeds meedoen en dan komen er weer nieuwe voor jou in de pot. Soms wordt ook aan mij gevraagd, ik heb meer ideeën, mag ik ook vaker e-mailtjes doen? Je krijgt wel maar 1 loodje per week. Dus je mag inderdaad vaker e-mailen, maar ik zou dan maar 1 keer in de week mailen, want je krijgt maar 1 loodje per week. Dus dat is dan prima. Oké, dat was het dan weer voor deze week. Volgende week weet ik nog niet. Misschien ga ik een blind bag openmaken van de Pukkepops. En als ik die dubbel heb, geef ik die weg. Misschien doe ik nog een trekking. En misschien heb ik wel heel veel tijd. En dan ga ik weer 1 van de ontwerpen namaken. Je weet het, als ik jouw ontwerp kies, gaan er 3 loodjes extra voor jou in de pot. Dus kan jij in 1 week al 4 loodjes verdienen als ik jouw ontwerp heb uitgekozen. Dus dan gaat het voor jou wel snel. Dit was het. Leuk dat je kwam kijken. Vergeet niet de video een like te geven als je deze Pukkepop serie leuk vindt. Gaaf dat jullie zo leuk meedoen. Hier kun je mijn kanaal abonneren als je mijn video's leuk vindt. Hieronder zie je het kanaal van mijn man, Gamerpapa. En ik plaats hier een link naar alle Pukkepops video's. Doepa doe!